Deze teamgenoot verliest altijd van mij met FIFA. Oh, dat is niet één. Niet één? Dat is iedereen. Het is weer tijd voor Ziggo Have a Seat. En vandaag zit bij mij in de zitzak... Kenneth Taylor. Kenneth, sinds 2010 zit je bij Ajax. Ja, klopt. Dat is al 10 jaar. Klopt, ja. Weet je nog wat er gebeurde met jou toen je hoorde als kleine jongen Ajax wil je hebben? Ja, ik was dolblij natuurlijk. Heel gelukkig. Want een brief kwam door de brievenbus en mijn moeder vertelde het en mijn vader. Ja, toen was ik heel blij natuurlijk. Ben je toen gelijk naar de brievenbus toe gerend? Nou, was telkens als ik van school terugkwam op woensdag. Om de week kwam zo'n brief binnen, dus ja, als je dan thuis kwam, direct vragen natuurlijk. Gelijk op woensdag, dus jij had helemaal geen concentratie meer op school? Nee. Ik heb de eerste vraag voor je. Ja. Deze teamgenoot verliest altijd van mij met FIFA. Oh, dat is niet één. Niet één? Dat is iedereen. Iedereen? Ja. Wie verliest er met de grootste cijfers voor jou? Son Jansen. Ja. Oei. Son Jansen. Ja, maar hoeveel wordt het dan? Is het dan Jantje en klaar? Ja, gewoon 3-0 en dan weg. Ja, dat is gewoon klaar. Ja. Dit vind ik het vervelendste klusje om in huis te doen. Stofzuigen. Ruim je wel je eigen kamer op ook? Ja. Mijn moeder ook soms, maar... Dat is wel lief. Ik vind het nooit zo erg. Het is de eigen troep die je maakt. Ja, dat is ik maak gewoon nooit zo'n troep van. Dan, Oh, meen je netjes? Ja, best wel. Met deze persoon zou ik wel eens een beschuitje willen eten. Gewoon met mijn eigen vriendin natuurlijk. En je kan ook niet anders zeggen natuurlijk, hè? Maar je lacht er wel heel hard bij. Ja, ik kan het niet anders zeggen inderdaad. Nee, dat is waar. Maar ben jij een romantisch type dat het ontbijt op bed maakt en dat soort dingen? Soms alleen, met speciale gelegenheden. Laatst scoorde jij in YouTube. Ja. En toen was het even, wat deed jij toen? Doe even op camera nog. Wat deed je toen? Ja. Hartje gewoon. Die was voor haar. Ja, klopt. Even mijn moeder. De twee belangrijkste vrouwen uit mijn leven dus. Deze persoon verdient een standbeeld. Mijn moeder en mijn vader wil ik dan zeggen eigenlijk. Omdat ze al 10 jaar lang op me brengen naar Ajax en alles eigenlijk doen voor me. Dus. En eigenlijk al mijn hele leven. Wil je er wat tegen zeggen? Ja, papa en mama, ik hou van jullie natuurlijk. En dank jullie wel voor alles. En dan even deze. Met deze teamgenoot overleef ik nooit op een onbewoond eiland. Ik denk dat ik voor Isam ga. Isam? Ja, want? Ja, hij gaat heel goed praten toch? Dus dan, dan wil je het liefst even aan de andere kant van het eiland zijn. Dit is mijn minst goede eigenschap. Ja, ik ben een beetje koppig soms. Ja. Ja. Wanneer... Dus dan hoor ik het vaak, laat ik het zo zeggen. Ja, hoor je dat vaak? Van wie hoor je dat? Van mijn vriendin en van mijn moeder en mijn vader. Dit is mijn guilty pleasure. Ja, Femke Louise. Femke Louise? Ja. Waarom? Omdat ik, ik vind het heel mooi hoe zij met dingen omgaat. Misschien een kleine SO naar Femke Louise, want zij kijkt dit filmpje zeker. Ja, SO naar Femke Louise natuurlijk. Doet heel goed. Ga zo door. Dit is mijn favoriete eten. Broccoli met aardappelen en vlees. En dan moet je dat prakken en dan doe je het door elkaar. Hoe mijn vader en moeder het maken. Anders, ja, dat is echt lekker, ja. En dan kommetje jus? Nee, ik hou niet zo van jus. Dus het is droog? Ja. Droge aardappelen en broccoli? Ja, een klein beetje ketchup doe ik altijd. Dan ga je in je zitzak werken. Ja. Niet smokkelen. 11,80 meter. Ik zit niks voor niks elke dag in de krachtonk. Zo dom, man. Ik vond het best wel goed worp. Ja, dat is matig. Matig. Ik ben alleen tevreden met nummer 1. Dat is niet gelukt, kan ik vertellen.